Oh. Oké, nou ja, ik ben in ieder geval thuis. Oh nee, niet thuis, maar. Godsamme, Ja. ik zat nog heel hoog in de lucht op mijn Charizard en ik ben naar beneden gedonderd. Yo kijkers van Duffy Meer en Gas Games en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Pixelmon The Battle. Vandaag dag 3. Dylan, succes. Ja, jij ook, succes. Ja, mensen, mocht je natuurlijk het ondertussen leuk vinden, klik natuurlijk op beide video's even een duimpje omhoog aan. Zorg natuurlijk ook voor dat je natuurlijk dan ervoor zorgt dat je beide video's op een half scherm hebt staan. Dat je gewoon op die manier beide video's kan kijken. En dan moet het helemaal goed gaan komen. Ja, ja, ik ben nog steeds op mijn zoektocht naar een mega. Maar het is echt. Ik denk dat ik het zomaar moet gaan opgeven en flink moet gaan trainen. Want ik heb echt het idee dat ik hier aan het vliegen ben voor jammer te korte achternaam. Want. Ja, ja ik zie hier trouwens, zag ik net een trader en dat heb ik dan natuurlijk weer. Ik zag hier dus net een trader en die wou dus een Kadabra voor een Graveler. Oh, dat betekent dat ik zelf een Golem kon maken. Dat is of inderdaad een Golem, ja, want je krijgt een. Ja, ik moet een Kadabra inleveren voor een Graveler, okay, dus ja. Ik krijg een Golem. Ja. Damn, maar goed, ja, dat is wat ik heb geen Kadabra op zak kappen. Ja, nee, ja, die kun je vangen in Birchwood, maar. Ja, dat klopt. Ik ben ook wel bij Wood in the Bird. Hij staat hier onder die. Oh nee, nu is hier een Togepi voor een Elekid. Oh, die had ik laatst ook. Een Togepi voor een Elekid. Wauw. En ja, wat dat hebben we hier dan? Oh, dit is een Move Tutor. Oké. Okay. Wat? Ja, dat is wel lachen, ja. Oké dan. Dat is dat ik denk van, what's going on? Maar oké, duidelijk. Wauw. Ja, alleen het is zeg maar zo van, ik ben heel erg geneigd zeg maar nu om. Om gewoon letterlijk nu een Kadabra te vangen en terug te rennen. Maar de kans dat die man dan weg is, die is zo groot dat ja. Wauw, je vindt tegenwoordig echt alleen nog maar van die pokechesten, man. Ja, hè? Geen andere. Nee, want ik kwam hier nu weer een pokeballetje tegen op het strand. En ja hoor, kreeg ik weer een pokechest. Dus dat confirmt wel dat 5.0.2 erin zit, kappa. Ik zie hier een trainer. Deze wil een Blossom voor een Corsola. What the fuck zijn met deze trades, man? Hé, hey, die kwam ik er net de vorige aflevering ook tegen. What the fuck is er met deze trade? For real? Man, oh man, oh man. Blossom is trouwens ook wel lachen. Jawel, maar die moet je toch krijgen via zo'n. Een Gloom. Bepaalde. Ja, dan moet je zo'n bepaalde steen erop flikkeren. Klopt. De Gloom die wordt. Was die Sunstone gewoon? Ja, voor mij Sunstone. Maar ik weet niet of die dan ook getrade moet worden. Dat durf ik niet te zeggen. Nee, geen trade. Gewoon. Nee, dan is inderdaad gewoon Sunstone. Ja, die hebben ze later ook weer toegevoegd met. Ja, Gloom die kon natuurlijk naar Vileplume, maar je kan hem nu ook naar Blossom doen, natuurlijk. Yep. Maar ik vlieg hier nog steeds lekker rond en ik ga zo meteen de moed opgeven voor de Mega, want. Ik ben ondertussen bijna 3000 blokjes ja, maar verder gevlogen. Je kan ook gewoon normaal spelen, wou ik zeggen, en vanzelf zie je er misschien eentje voorbij komen. Ja, dat zou wel kunnen, maar ja, ik gok het erop, weet je wel. Ja, maar in dat geval loop jij dan nu wel. Oh, wat gebeurt er nou? Nou, dat is dus waar we gisteren, een paar dagen geleden in de stream last van hadden. Nou goed, we zijn allebei uitgevallen voor de mensen die denken, what's going on? 5.0.2 heeft er nu en dan dit soort probleempjes dat af en toe even de server uitvalt. Ja inderdaad. Jullie mogen eens even kijken naar dit mooie multiplayer join scherm. Ik zou zeggen, klik ondertussen gewoon maar eventjes een duimpje omhoog aan. Server is aan het restarten, dan kunnen wij weer door. Dylan, ik vind dat we vandaag door mogen gaan tot de 21 minuut door dit. Ja, inderdaad, want dat is wel zo netjes. En ik denk dat het komt, heel eerlijk gezegd. Ik ben natuurlijk nu aan het vliegen. Ik kom waarschijnlijk in een nieuw gebied en daardoor is het de fout, denk ik. Want anders zou ik het niet kunnen bedenken. Ja, ik zit namelijk niet inderdaad in een nieuw gebied. Ik zit gewoon nog steeds, om zo maar te zeggen, in oud gebied. Dus ja, ik denk dat het inderdaad dadelijk komt. Ik log nu weer in en ik teleport maar gelijk weg, denk ja. ik. Oh. Oké, nou ja, ik ben in ieder geval thuis. Oh nee, niet thuis, maar. Godsamme, ik zat nog heel hoog in de lucht op mijn Charizard en ik ben naar beneden gedonderd. Ja, dat is natuurlijk wel zuur. Ja, nou, ik ga het ook sowieso wel opgeven om rond te gaan vliegen, want ja, wat boekt daar nou? Ik weet het niet, ik moet zeggen, kijk, dat is ook een beetje hetgene. Gisteren zijn we ook helemaal ineens een mega tegengekomen, volgens mij. Nee, volgens mij ook niet. Ik denk dat het een beetje komt door de wereld, man. Heel eerlijk ja, ik gezegd. Denk, nou, ik denk dat wij, voordat wij die beesten zeg maar, spannen, zeg maar, dat wij in dat wat jij nu net aan het doen was, in nieuwe gebieden moeten zitten, denk ik. En dat hij daar pas misschien gaat spannen, omdat dit is gewoon. Hoewel hij spant voor mij echt overal, maar op een of andere reden niet hier.
Nee, ja, inderdaad. En eigenlijk moeten we gewoon de server, denk ik, een hele nieuwe map doen. Misschien moeten we dat voor de volgende week doen. Dat we een hele nieuwe map zetten op 5.0.2. En dan even een nieuw gebouwtje maken met dit, dat, zo allemaal. Ja, inderdaad. Ik denk dat het wel verstandig is, inderdaad. Want dan kunnen we gewoon op een 5.0.2 map verder gaan. Ik bedoel, en het maken van een nieuw mapje is natuurlijk niet zo'n heel groot probleem. Nee, dat klopt. Dus ik denk dat we dat dan op die manier moeten doen, denk ik. Ja, ik denk het ook. Want anders wordt het anders gaat het never nooit goed komen. Want ja, ik ben ook geen Venusaur, Blastoise, niks allemaal tegengekomen. Dus ja. Nee, inderdaad. En normaal spannen die door de hele wereld heen door die nieuwe update. En ik zie ze echt nergens, hoor. Nee, ik ook niet. Ik doe zelfs mijn best om er een te vinden en het lukt niet. Ja. Dan doet hij eens een keer zijn best. Precies. En dan lukt het nog niet. Nee, ja. Maar hoeveel Pokémon heb jij nu op het moment? 3, man. Okay. En jij ook? Nee, ik heb er 4. Je hebt nog alle tijd natuurlijk. Oh, je hebt er nog weer één bijgevangen? Ja. Welke heb je bijgevangen? Moet ik zo heel veel kijken, het is heel veel in battle, hoor. Het is de laatste voor van de Deep Ik. Oh, de Embor. Ja, Embor heb ik, ja. Oké. Ja, een goede Pokémon. Nou ja, kijk, het is vrij simpel. Kijk, ik wil niet zeggen dat ik zeg maar aan het regeltje vaststel van ik moet een gras hebben, ik moet een dit hebben, ik moet dat hebben. Maar het kan absoluut geen kwaad om een bepaalde Fire-type in je team te hebben. En het kan absoluut geen kwaad om een dit of een datje in je team te hebben, weet je wel. Dus het is niet dat ik er per se op zoek ben, maar ik zag hem toevallig erbij komen. Ik dacht van, ik kan nu heel erg lang moeilijk gaan doen en zoeken naar Jan met de code achternaam. Ja, maar precies. Als ik hem nu tegenkom, kom ik hem nu tegen. En ik kan wel proberen alleen maar counters te willen vangen op jou. Alleen maar dit, alleen maar dat, fuck dat. Zelfs als ik heb ook nog steeds mijn masterbal, weet je. Zolang ik die niet kan gebruiken nu. Ja, nee, en het is ook erg stil qua legends, moet ik zeggen. Ja, klopt. Ik heb er inderdaad ook niet al heel lang geen eentje meer gezien. Nou. Nee, ja, ik ook niet. Ik had eigenlijk wel al lang een message gehoopt voor de geheim, maar... Ja, nee, ik had al lang misschien ook wel gehoopt dat er misschien al Latios was gespand. Want misschien had ik hem daar wel eens voor gebruikt, want dat is niet eens voor... Ik denk voor een week battle is het niet verkeerd. Laat ik zo zeggen, als jij een Latios of Latios hebt, ik bedoel Dragon Psychic, ik bedoel... ze zijn best sterk. Daarom zeg ik, het is zeker niet verkeerd voor de weekserie, het is zeker niet verkeerd. Zelfs voor een Groudon had ik misschien ook al wel een beetje op gehoopt dat hij zou spannen misschien. En dan kan je zeggen van, ja, maar je bent toch helemaal niet veel in de Desert Hills duf. Jawel, moeten mensen maar goed opletten vorige aflevering. Ik spande namelijk letterlijk hier en het was overdag. Ik weet het niet. Maar ja, wat natuurlijk wel het mooie eraan is, ik mag hem natuurlijk gewoon meenemen naar volgende week en die week in die week. Dus er staat niet per se een tijdsdruk op dat ik hem moet inleveren, die pokebal. Maar je wil natuurlijk wel zo snel mogelijk zo snel mogelijk het hebben. Want hoe langer het nu voor mij duurt voordat ik er eentje vang, hoe groter natuurlijk ook de kans is natuurlijk dat Dylan uiteindelijk eentje gaat vangen. Met het aantal ultraballen wat ik momenteel op zak heb, dan ga ik er sowieso niet één kunnen vangen. Ik bedoel, de kans schoot je ook een masterball zou krijgen. Oh ja. Nou ja, met 5.0.2 is het nogal lastig, want er zitten die 0 item stacks waar ik over had. Die zitten hierin. En dan kan het zomaar zijn dat je een masterball krijgt, maar dat er een nulletje bij staat. En dan oprecht kun je hem, dan is die er gewoon niet. Mm. Dus ja, dat is ook een beetje lastig. Aha. Ja, dat is inderdaad wel lastig dan, ja. Ja, de nieuwe Pixelworld update. Elke keer als ze een update uitbrengen, ik vind het wel lijp, hoor. Er komt elke keer weer wat nieuws bij kijken, net zoals die Mega Evolutions en zo. Alleen, het enige wat ik gewoon fucked up vind van Pixelmon is als zij een versie releasen, die eigenlijk niet stabiel is, dan doen ze niet even gauw een hotfix tussendoor met wat patches er tussendoor. Nee, ze wachten echt gewoon totdat ze klaar zijn om 5.0.3 te releasen. En dat vind ik een beetje kloten, want dat betekent, ook voor servers bewijzen van, kijk, ik heb dan bij server lopen, dat betekent gewoon dat je moet wachten totdat de nieuwe update is en de bugs die er dan op dat moment zijn, ja, red je ermee. Mm-hmm. Ja, nee, dat is zeker zo. Dus ja, maar goed. Ja, doe je niks aan, hè? Nee, moet ik precies zeggen, ik vind het ook vooral vervelend voor mij natuurlijk mijn solo-serie op Duffy Games heb ik natuurlijk op 5.0.2 alles overgezet. Alleen, daar hebben ze bijvoorbeeld dus niet dat Pokémon Markets erin zitten. Ja, klopt. Nou ja, dan kun je het makkelijk met de... je kan het wel zelf maken, daar niet van. Alleen dan denk ik van, jullie weten dat het er niet in zit. Gooi dan even zo'n pushje doorheen, weet je wel, dat die er weer in zit. Dat het weer goed werkt. Want dit is inderdaad. Doe een hotfix. Ja. Dat is wel iets waar ik me een beetje, nee, niet per se aan erger, maar die denk van jongens, kom op. En ik begrijp, Pixelmon heeft meerdere dingen te doen dan alleen maar zoiets te fixen, hoor. Alleen, het is best wel, een Pokémon Market is best wel een big deal in Pokémon.
Ja, right? Zeker. Want zonder Pokémarket kun je gewoon je spullen niet verkopen. En kun je zeggen van ja, die spullen niet verkopen. Maar ja, het is belangrijk. Geld, ultraballen. Zeker in een solo-serie is ook erg belangrijk. Want de shop is je enige manier om inderdaad aan die shitstorm op die manier te komen. Dus ja, ja, dat is wel belangrijk. Ik ook. En ik snap niet dat ze niet even hotfixen. Maar ja, dat kijk, ja. Het zal wel veel werk zijn, weet je. Daarom dat wij dat niet inzien of zo, niet kunnen, niet snappen. Ja, en maar goed. We gaan gewoon lekker door op 5.0.2. En dan moeten we inderdaad die wereld gewoon volgende keer maken. En dan zal het allemaal wel goed komen. Ja, daarom. Het zal vast allemaal wel goed komen. Alleen, ik heb echt geen flauw idee wat ik ga vangen. Ik weet het niet, jongen. Je hebt heel de wereld aan Pokémon voor je liggen die je kan vangen. Ja. Ik weet ook niet of jij wil spelen op de counter of dat je gewoon wat leuks wil tegenkomen. Wat dan ook. Want als je leuks wil tegenkomen, dan is het enige wat ik kan zeggen is... Hoe gek het ook klinkt, neem je tijd, weet je. Ja. Neem je tijd en kijk rond wat je denkt dat je nodig hebt. Maar voor de rest, ja. Het is niet makkelijk. Maar nee, dat van, zeker niet. Yo, vang gewoon dit of dat, weet je wat. Ik bedoel, mensen kunnen 100.000 keer in een reactie zeggen... Ja, je moet die vangen, je moet dat vangen, je moet zo... Zo werkt het echt niet, geloof me. Nope, het is niet dat wat Dylan ook heeft gedaan. Dylan heeft natuurlijk nu gecampt voor dan een... de Mega Charizard. Oh ja, ja, ook voor de Ralts. Maar weet je hoeveel tijd daarin heeft gezeten? Ja, ik heb daar heel veel tijd in verspild, zeg maar. En ik heb ondertussen best wel even een keer een trainer aangevallen en een Pokémon aangevallen. Jawel, maar dat is toch anders dan continu je daarop te focussen. Klopt. En nou ga ik gewoon even weer rondjes lopen, trainers aanvallen en Pokémon aanvallen. Even kijken of ik iets leuks kan tegenkomen. Ja, want wat zijn jouw levels van je Pokémon? Lapras is 58. Mm-hmm. Charizard is 40 en Gallade is 30. Oké, okay. Ja. En voor jou? Hunter 63, Pupita 45, Snorlax 44, Emboar 42. Ja, oké, dan ga je al. Ja, dat krijg je. En zeker als je een paar hoge Pokémon tegenkomt en je kan ze vangen, weet je wel, dan... Nee, dan moet ik ook zeggen dat ik natuurlijk ook wel hier en daar een beetje mazzel heb gehad. Ik bedoel, die Pupita, die was gelukkig hoog level, weet je wel. Mm. Dat is toch van die dingen waar je dan toch wel blij mee bent. Ja, precies. Nou ja, Snorlax is altijd wel redelijk level. Gelukkig. Klopt. Ja, nou, we trainen nog, hè. Dat moet wel allemaal even gebeuren. Ja, dat zeker. En gezien jouw hand er al best wel hoog staat... Ben ik daar best wel een beetje... Moet ik daar best wel tegenop knokken om alles een beetje hoog level te krijgen. Ja. Ja, en je moet natuurlijk ook al een beetje meegaan. Kijk, natuurlijk, je hebt nog een aantal afleveringen om natuurlijk je team te completen. Maar wat ga je natuurlijk uiteindelijk meenemen naar volgende week? Ja, terwijl ik hier wel een Blastoise tegenkom. Of ga je dadelijk het full starter team doen, joh? Nou, nee, dat niet. Nee, ja, ik heb ook al Lapras, dus een Blastoise zou overbodig zijn. Maar ik bedoel ik meer... Niet, aangezien een Lapras is ijs, hè? Ijswater. Met Hydro Pump en shit. Dus ja... Dan is het Blastoise die leert hetzelfde een beetje. Alleen dan de ijsaanvallen niet. De Blastoise spande in de desert op de rand van een rivier. Ja, ik weet nou niet of die een rivier spant, Squirtle, volgens mij wel. Dus dan uiteindelijk spant Blastoise daar ook gewoon, maar... Ik zou het echt niet weten, though. Ja, ik weet het ook niet. En ik wil nog steeds een Mesa Biome vinden. Ja, maar die krijg ik nu alvast melden, die gaan we even nooit vinden, joh. Ja, nee, dat blijkt, maar... Nou, maar echt, tering zeg, we zijn wel lang naar op zoek. Ja, naar op zoek. Ik wil niet zeggen dat ik per definitie naar op zoek ben, zeg je heel eerlijk. Maar het is wel dat je denkt van, nou, je mag ook wel eens een keertje tevoorschijn gaan komen inderdaad. Ja, dat zeker. Ja, ik heb wel een ijs bij hem dan gevonden. Absoluut. Maar ja, Mesa nog steeds niet. Nee. En weet je, ik durf ook niet te ver te gaan lopen, want ik heb echt het idee dat de server er weer uitvalt. Ook ja. Maar ja, en erbij komt kijken, wil je zoveel tijd eraan gaan verspillen om nu daar naar op zoek te gaan? Gezien ik niet weet wat ik anders moet vangen. Ja. Ik zou bijna zeggen, ga gewoon een keer door de bos lopen, wat dan ook. Ga door de savanne lopen, ga dit doen. Ja, door de savanne loop ik nu, maar... Ja, er is genoeg om te vangen. Alleen ik denk dat je toch ook een beetje, want dat ben ik natuurlijk ook toch wel aan het doen. Ik bedoel, het is gewoon zo. Een beetje van het plaatje af moet gaan stappen van alleen maar enorm sterke OP Pokémon te willen vangen. Ik bedoel... Ja, weet je, ik bedoel, als ik die Wailord had gevangen, een aantal afleveringen terug, had ik hem nu gewoon gehad. En kan je zeggen, ja, dat is echt niet de sterkste water-Pokémon. Nee, is het ook niet inderdaad. Maar het is wel dat ik denk van, ja, weet je, beter iets dan niets op die manier. En kan je zeggen, ja, maar er zijn beter dan zo en zo. Fuck dat. Je moet ook gewoon een keer, ja,
een andere keuze maken. Zeker, zeker. Daar ben ik wel een beetje mee begonnen. En dat geeft natuurlijk ook wel een beetje een challenge indirect om dan te kijken van, goh, gaat het lukken om... Ja, en ik vond die eieren vond ik nog steeds grappig. Dan hoef je niet eens zelf te kiezen, maar... Nee, klopt, maar dat is ook wel tegelijkertijd weer heel lastig weer. Ja, klopt. Ja, als je het probleem hebt, net zoals mij, dat je ei niet uitkomt, ja, dan... Absoluut. Malzuur. Zo, ik heb 3 kwartier rondgelopen, man. En toen pas een keertje dacht ik van, nou, laat ik dan maar even iets installeren waardoor ik ze zelf kan openen, want... Jij was ondertussen al level 30 met alles. Ja, klopt. Ja, mijne gingen in één keer allemaal tegelijk breken en hoppatee. Toen kwam alles uit. Nou, fantastisch. Dylan, doen we ook iets als we een baby vangen, kappa? Wat? Krijgen we ook punten als we een baby vangen? Nee joh, die spannen overal. Ik kom een happy niet tegen. Kom je echt zo vaak tegen? Ja, happy niet, inderdaad. Die kom je best wel vaak tegen. Wat wil jij hebben? Jij wordt een Nidorina voor een Nidorino. Nou, dat hoef ik niet. Dat hoef ik niet. En hoe... Nee. Ik moet zo meteen echt nieuwe pokeballen gaan maken. Ja joh, wat heb je proberen te vangen dan? Nou niks, maar ik heb nog steeds maar 3. Oh. En ik moet ook meer gaan trainen, want... Ze zwemt hier aan... Hollywood, Hollywood. Dat die zwemmen joh. Nooit gezien volgens mij. Nee, echt. Ja, maar echt? Volgens mij heb ik die alleen maar zien... Weet dat, op het land zien staan zeg maar vaak, in de... hoe heet dat? Moeras. Ja. Eigenlijk wel. Ja. Saai! Duck. Saai, duck. Die staat hier. Duck. La 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 la. Ja, ik zou hem zo vangen, kappa. Zou ik een ster, kappa. Ja, dan wordt hij psychisch niet goed, dan wordt hij helemaal gek en dan doet hij opeens fucking veel damage. Kappa. Ik weet niet of je die nog kent uit de serie, dat Psyduck helemaal... Psyduck moest je altijd weer boos maken voordat hij wat ging doen. Ja. Remus had een steen tegen zijn kop gooien, werd hij gebeten door een shelder volgens mij op zijn hoofd, zeg maar. Of een klooster, dat hij boos werd. Ook oh ja. Ja en dan had hij me toch een god door in een aanval. Cool, leren, hè. Oh, prachtig jongen, de serie. Vooral de eerste serie, dat was altijd zo mooi. Ik had zelfs op videoband en shit, hè? Ik had ook alles op videoband, hoor. Videoband, mensen kennen... Ik wil zeggen, mensen denken nu, videoband, wat? Ja, inderdaad, videoband, mensen. Oh, tegenwoordig is het ook gewoon moeilijk om een PC, om een tv te vinden waar je nog een videoband in kan, man. Ja, dat is oprecht zo. Die ook nog werkt dan. We krijgen zo'n dikke beeldbuis televisie. Waarschijnlijk wel, ja. En dan heb je nog soms dat het van heel dat vlokkerige beeld is. Ben je aan die antenne proberen te draaien hier en daar? Man. En dat je altijd een knopje had op je televisie om de videoband ook weer terug te spoelen. Ja, zo. Maar die moest je ook ingedrukt houden. Ja. Dat was niet gewoon eventjes een DVD. Ja, sommige televisie hadden uiteindelijk een knopje die automatisch ging, maar... Zo, dat die band moest je helemaal terugspoelen om te kunnen kijken, om opnieuw te kunnen kijken. Tegenwoordig is gewoon DVD erin, DVD bewijs van eruit, of je download die shit bewijs van, hè. Doet het erin, drukt op play, haalt het eruit, doet opnieuw erin en weer play en je kan weer opnieuw kijken. Nou, godskoleren zeg. Dat was vroeger, hè. Kijk, vroeger had je eindelijk MP3, iPod en mobiel met muziek en zo. Daarvoor had je nog de Walkman. En ook nog zo'n ding, daar konden cd's in dan. Ja, ik weet wat je bedoelt. Dat heet. Maar dat was dan ook echt helemaal de shit, jongen. Als je dat had, was je echt gewoon... Ja, bijna de man. Ja, ik had een Walkman-telefoon. Oh? Ja, ik had van Sony Ericsson. Dat waren toen de telefoons zeg maar met het beste geluid. Ja, maar vroeger vergeleken we nu het beste van, hè, dit en dat. Ja. Nou, go leren, zeg. Het mobieltjes moesten vroeger zo klein mogelijk zijn. Nu lopen we allemaal weer van die koelkasten. Oh. En ik kom weer te dicht in een nieuw gebied, volgens mij. Dan vind ik dat we door mogen tot de 22 minuten. Ja, dat denk ik dan ook maar. Dit is heel erg fucked up. Ik denk dat we hierna ook de server in de volgende aflevering terug naar 1.5.1 moeten zetten. 5.0.1. Ja, ik heb wel zo'n idee inderdaad. Want elke keer als ik nu probeer te move, daar een nieuw gebied om zo maar te zeggen, dan elke keer weer. Dus het ligt daar echt aan, denk ik. Ja, nou ja, dat is inderdaad vervelend. Maar goed, wat ik zei, we mogen even 2 minuten extra hebben. Ja, hij staat alweer aan. Dus we gaan door tot de 22 minuten. Ik denk dat de kijkers dat totaal niet erg vinden.
Die hebben alleen maar langere video's om te kijken. Oh, nee, ik kan nu niet eens meer opstarten. Ik crash gelijk weer. Ik ook, zie ik, ja. Yep. Ik zit vast nu daar zo. Dan denk ik dat wij hier de video voor vandaag moeten afsluiten. Dat we er morgen 2 minuten extra aan gaan plakken. Dat we dit nu eens moeten gaan fixen. Want er schiet er anders ook niks mee op, lijkt mij toch? Nee, ja, we kunnen nu moeilijk doorgaan. Ik zal echt de server moeten fixen. Want het is echt heel raar. Elke keer in een nieuwe junk, dan is het gewoon... Goed mensen, dan gaan wij dat doen. Dan voor nu mensen, bedanken wij jullie in ieder geval enorm voor het kijken naar deze aflevering van de Pixelmon. Morgen dus een langere aflevering om dit te compenseren. Mocht je het toch leuk hebben gevonden, vergeet niet om op beide video's eventjes een duimpje omhoog aan te klikken. Klik op beide kanalen natuurlijk om te abonneren. En mensen, tot morgen.